En vandaag gaan we wat superleuks doen. Namelijk deze mysterieuze boxen openmaken. Weet jij al wat erin zit? Volgens mij zit er iets van slijm. Pleido klei-achtig iets. Met klei erbij, want er staat klei op. Ja, maar ik weet niet, zullen we het gaan openmaken dan? Ja. Oké. Oh nee, wacht. Voordat we het gaan openmaken, even een duimpje omhoog. Wat gaan we verder? 20.000. Dikke duim omhoog. Dus klik op die duimpje. Laten we wel dit open gaan maken. 3, 2, 1. Slijm. Zet ik echt slijm op. Oh, kijk. Goud en zilver. En ik goud, brons, zilver. Dit is zo cool. We gaan het er even uithalen en dan zien we jullie weer terug. 3, 2, 1. Nou, het staat er allemaal. We hebben er super veel zin in over te maken. Maar je hebt er ook allemaal opdrachtjes. Allemaal opdrachtjes in die box zitten. Dus dan gaan we uit van die opdrachtjes. Moeten we kijken bij welke slijm we dat moeten gaan doen. Dus laten we beginnen met de eerste. Met elke opdracht. Er staat: haal de Play-Doh Super Stretch uit. Oké, deze dus. Uit het potje. Pak het beide vast en kijk hoe ver je het uit elkaar kan staan voordat je het breekt. We gaan dus al deze potjes pakken. En dan moeten we zo ver mogelijk ketting zeg maar maken. En nog een kleur, geel. Oh, lekker. Oh, lijkt net een beetje putty. Oh, kijk dit dan. Oh, zo heel lekker. Even kijken hoe je nu kan stretchen. Zo ook lekker een beetje stevig slijm. Oh, hij was echt heel ver. Het is een soort van dat flubber ding, maar dan steviger. Dus het voelt een beetje daaraan. Het is ook wel stevig. En kijk, het heeft ook metallic glans. Zo, kijk. Kijk, ik heb nu een hele nieuwe gepakt. Zo, kijk. Ik heb dus, Jan heeft roze en geel. Ik heb blauw en paars. Pak die geel eens. Dan gaan we nu de opdracht doen. En de opdracht is dat je zo ver mogelijk kan uitstaan. Hoe ver is hij? Oké. Best wel dik. En hij was super ver. Jullie zien het natuurlijk niet. Dat is zo, zeg maar daar zo. Maar hij was heel ver. Opdracht 1 is geslaagd. En nu ga ik het scheet laten. Ik vind deze slijm ook echt heel lekker. Dus ook lekker. Ik stretch hem nu. Oh, ja, ja. Die was al heel lang. Zie deze. Oh. Ik doe hem echt. Zeg. Okay. Yes. Oh, hallo. Oh. Hallo. Hallo. Ik heb precies mijn lievelingskleuren. Trilpudding. Zie deze scheetjes. Dus laten we snel naar de volgende gaan. Ik wil geen scheet in de kamer hebben. Yo, Janna, niet doen. Sorry. Geen scheten. Nou, opdracht 2. Druk een hand in Play-Doh Elastic. En maak er een handdruk van. Oké, dit is Play-Doh Elastic. Daar gaan we nu even op. Er zitten 4 potjes in. Ik heb deze kleuren. Oh yes, mijn lievelingskleuren. Ik heb deze. Oh, die zijn ook heel leuk. Nu gaan we een handafdruk hier in de slijm maken. En Janna hebben we trouwens, als je denkt, Sarah had een andere kleur. We hebben hem om, deze, twee, zijn omgewisseld. Want deze vonden we, ik vond deze mooier, Janna vond die weer. Het is heel raar slijm. Is het gewoon klei? Of is het gewoon echt klei? Nee, het is gewoon klei slijm. Oké, okay, I love it, I love it, I love it. I love this. Zo lekker. Oh. Nu ga ik proberen om mijn hand erin te doen. Maar mijn hand is een beetje groot. En het past niet, denk ik, in een potje. 3, 2, 2, 1. Ik heb de andere hand. En? Ja, je ziet het. Perfect. Ja. Boven mijn duim. Even zo. Ja. Nog een beetje. Dus je overduim. Even een beetje indrukken. Ja, nu zie je beter. Ja, prachtige hand. Ook allemaal mooie vingerafdrukken. Nou, opdracht geslaagd. Nu naar opdracht 3. Het is geplakt.
ligt echt aan de tafel. Dus placemat eronder dan. De volgende opdracht. Maak een fantastische tosti met een gesmolten kaasspeelset. Oh, oh. Ik denk dat we het samen moeten maken, want we hebben één pak. Wow. Oké, dat klaar, denk ik. Ik ben nog maar klein. Dat is Play-Doh Elastic. Oh, tosti-ijzer. Oh, dat is cute. Hier maak je broodjes van. Hey, en zelfs een bordje met lepeltjes en een mes en vork. Oké, okay. Wij gaan een restaurant maken. Dit wordt de kaas. Ja, die gaat Jana hier zo in doen. Een klein beetje over denken. Eerst druk ik het een beetje aan. Oh, wauw. Ik moet bacon maken en zulke dingetjes. En dat gaan we allemaal op de tosti doen, denk ik. Of nee, naast de tosti. Ja, goed zo. En nu ga ik de andere kant doen. Hij lijkt er ook gewoon echt op, hè. Ik denk net gewoon echt kaas. Twee augurken nog. Doe hier zo. Zo. Die is klaar, nu doen we hem dicht. Oh, sorry, wat een rook. Grapje! Grapje! Wow, die is mooi. En als het goed is, als we hem uittrekken, dan zie je de kaas. Dus zullen we dat doen? 3, 2, 1. Lekker kaas. Lekker, ik ga hem eten. Ik kan hem natuurlijk niet echt eten, maar het ziet er wel heel lekker uit. Zo. En dan heb ik de topping. Een lekker meloentje. En die toast is wel heel moeilijk om te snijden. Zo, ik pak hem nog even. Zo. En nu. Lekker. Het smaakt naar heerlijk. Opdracht 3 is opgeslagen. Zie dit. Oh, ik vind het zo mooi. En lekker. Oh, zie dit. Oh, ik heb dit ook. Opdracht 4. Speel met de hydroglits. Ja, met de hydroglits. Oké, dan pak ik deze twee al. Zo. Jee, dit is een hydroglits. Deze voelt ook heel glibberig. Net als dat wc-achtig speel. Eigenlijk is het dat met heel veel metallic. Echt heel cool. Kijk, ik hou van deze. Ik ga deze ook even pakken. Kunnen we laten zien hoe deze kleur is. Kijk. Voor Jan is ook heel. Je kan er heel ver uit. Kijk, dit is deze kleur. Oeps. Dit is Jana. Oh, Jana, kijk eens. Dit is die kleur. Is ook heel cool. Doe samen. Oh, die is mooi. Wauw. Het voelt echt lekker. Ook heel waterig. Hoor dit. Yo, het lijkt gewoon heel waterig. En nu ga ik dit doen. Kijk, dit kan je ook heel goed doen. Kijk, 3, 2, 1, 4. Go! 5. Wat? Oké. Okay. Opdracht 4 is geslaagd. En nu gaan we het superleuks doen. Namelijk jullie pasta maken! Eerst, deze tekening is heel mooi. Heel erg bedankt. En ik zie wat. Want volgens mij, Jan, kan je die even zo vasthouden? Of ja, weer pakken. Volgens mij heb je deze knuffel hier getekend. Wow. Eentje voor Sarah, geloof ik. Denk het. En eentje voor Jana. Een vlaggetje en er staat op Sarah en J. Nee, S en J. Dus Sarah en Jana hartje. Heel erg leuk, bedankt. Oh, die is heel mooi. Ik denk dat ik dit ben. Jij denkt dit. En nog een unicorn. Ook heel erg bedankt. Tadaa! Ik denk dat dit ik kaas lijkt. Voor de allerleukste Saar van jullie grote fan. En voor de allerliefste Jana. Ook jullie grote fan. En ze is 4 jaar. En hij heeft gewoon dit gemaakt. Heel erg bedankt. Heel bedankt. Oh leuk. Een boekje. Het wordt nog een boek. Wij vinden jullie de beste YouTubers van de wereld. En ik hoop dat jullie dit op YouTube zetten. Mandy en Jivo of zo? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar heel erg bedankt. En kijk, hier staat Saar. Hier staat Bram. En daar sta ik. Ik pak deze dan. Hallo, mijn naam is Amelia.
Ik kom uit Polen. Ik leer Nederlands door naar jullie YouTube-channel te kijken. En ik ben je fan. Met vriendelijke groet Amelia Bereszowska. Nou, heel erg bedankt Amelia. En dit is trouwens Amelia, denk ik. En ze heeft ons boek. Dat is van het boek. Heel erg bedankt. En weet je, trouwens, deze kleur die is van Saar. Ja. Die hadden we gemaakt op een filmpje met strijkraden. En deze had ik gebruikt voor mijn naam. Heel goed. Deze had Saar en ik had deze. Ik heet Saar en mijn nichtje heet Janna. Leuk hè? Groetjes van Saar. Saar kom. Kijk, dit is denk ik Saar. En haar nichtje heet Janna. En zij zelf heet Saar. Is van Yara. Dus dan moet dit Yara zijn. Heel erg bedankt. Wow, wie zou dit hebben gemaakt? Oh, het is mooi. Beautiful. Beautiful. Kusjes Julia, Rosalie en Amelie. Lee. Heel erg bedankt. Ik heb mijn boekkring over jullie nieuw boek gedaan. Het ging super. Goed, zoals je ziet op de foto heb ik een poster gemaakt. Liefst Isa. Oh. Ze hebben deze gemaakt. Heel leuk, happertjes. Een mooi armband van MSN Saro. Oh, wauw, een unicorn. Heel erg bedankt. Denk jij ook een unicorn? Ja! Hallo, Janne. Hallo. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. We hebben nog twee keer pakketten, maar eerst gaan we nog van jullie andere bos kijken. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Een soort van mokken en
daar kan je zeg maar warme soep in bewaren en het blijft dan warm. En het is gaat van openmaken. Primus. We hebben het gekregen van Primus. Ik ga het openmaken. Ik ook. Hey, die van mij is Pippi Langkous. En die van mij is gewoon lekker blauw. Maar daar hou ik van. Ik ga naar de binnenkant kijken. Kijk. Sarah, wil je helpen? Ik ga even lekker soep in maken. Hallo, hallo. Super bedankt. Nu kunnen we lekker een warm soepje binnen schoonen. Heerlijk. En nu gaan we deze openmaken. Oh, er zit wat onder. Dag even. Wow. Kijk uit, Sarah. We krijgen een zo hoe heet het, zo'n roerding, een lepel, een boek. Oh, er zat een briefje in. Kookboek. Oké, met een briefje, ik lees het. Beste zusjes, we wensen jullie heel veel plezier met deze, onze superfamilie planner. En dit is dus een planner, dat is dus een hele kalender. Wow. We zijn erg benieuwd. Groetjes van Nanja, Rinske en Fonny. Super mooie kalender. Dankjewel. En vond je het filmpje leuk? Geef een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Onder deze video. Doei!